Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Het is niet heel goed te zien op de satellietfoto, waarin het zuiden, midden en westen van het land heeft bewolking de overhand. En uit die bewolking valt lokaal ook een spatje regen, wat natte sneeuw of zelfs wat ijsregen en daardoor kan het glad zijn. In het oosten en noorden van het land zijn meer opklaringen. En in de loop van de dag gaan die opklaringen zich ook wat over andere delen van het land uitbreiden. In Groningen blijft het vandaag vriezen, maximum van min 1. In de rest van het land wordt het tussen de 1 en lokaal 5 graden. Verder staat er een matige oostelijke wind. Ook vanavond hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen blijft dan wel op de meeste plaatsen droog en de temperatuur ligt veelal rond of net iets boven het vriespunt. Morgen ziet de dag er heel aardig uit, zeker in de ochtend hebben we een flinke zonnige perioden. In de middag komt er vanuit het westen al wat meer bewolking opzetten, maar blijft nog overal droog. Bovendien komt de temperatuur overal weer boven nul. Het wordt 1 tot 6 graden. En in de avond en nacht naar zaterdag dan gaat het vanuit het westen uit regen en wordt de kou echt verdreven. Zaterdag overdag hebben we in eerste instantie nog regen. Later op de dag wordt het vanuit het westen wat droger. Het wordt op zaterdag 4 tot 7 graden. Zondag en maandag is het weer droog en is het zacht. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.